Ja, ik had een setje in de dubbel gezien. En ja, dan speelde hij zo goed. Dus dat dacht ik inderdaad wel. Nou moet ik zeggen dat hij niet meer zo goed heeft gespeeld voor mijn gevoel sinds die ene set. Hij heeft echt moeten knokken. Maar hij is inderdaad de finale gehaald. Dus, maar hij is ook erg succesvol in 500 toernooien. De laatste vier die hij heeft gespeeld, heeft hij er drie van gewonnen. En deze vier staat hij in de finale. Dus ja, hij speelt gewoon goed. Hij staat niet voor niks acht van de wereld. Dus, ja, ik wist dat het een goede tennisser was. Maar ja, het is gewoon een heel sterk veld. Je moet altijd kijken wie boven komt drijven. Maar ja, dus ik wist dat hij dit kon doen. Maar ik wist wel dat hij iedere ronde zoiets van een gevaarlijke speler. Maar ik had dit niet verwacht. Maar ja, dat hij zich zou kwalificeren had ik eigenlijk wel verwacht. En dan hangt een beetje van je loting af. Maar hij heeft gewoon erg sterk gespeeld. Sterke jongen, fysiek. Ja, beide kanten, hè, voor een backhand gewoon goed, stevig en een goede slice backhand ook. Dus ja, goede allround speler. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe dat morgen zal zijn. Ik denk dat die Rublev misschien een beetje kan ontregelen met die slice. Want als je echt van de baseline wil spelen tegen Rublev, ja, zijn er denk ik niet veel die het echt van hem winnen. Dus je moet een beetje variëren. Maar dat heeft hij wel, dat heeft hij wel, die Vukcevic. Dus dat wordt denk ik toch wel spannend. Ik denk dat het in het voordeel is van Vukcevic dat het misschien niet morgen publiek is eigenlijk. Weet je, daar kan ik ook een beetje druk van voelen. Dus ik denk dat het een gelijkwaardige wedstrijd zal zijn. En de vraag is of Rublev dusdanig kan domineren en voor kan zorgen dat hij ja, de Vukcevic niet kan ontregelen. Hem kan, dat Vukcevic niet Rublev kan ontregelen. En ja, dan denk ik uiteindelijk dat hij toch de betere speler is, dat hij zal winnen. Maar ja, aan de andere kant, hij zat niet voor niks in de finale, Vukcevic. Dus hij doet ook natuurlijk iets goed.